Je nog wel oh, het is tijd. Ja, Arne, deze dag begon vanochtend met een heel mooi filmpje wat we zagen op de site van Feyenoord. Anderhalf minuut van Drita naar Tiriana, de schaal, de beker. Wat zijn zeg maar, de eerste indrukken als jij eraan terugdenkt, als je dat ziet inderdaad? Bijvoorbeeld, trouwens ook in dat net van eerst onder tegen Drita, waar we eigenlijk bijna uitgeschakeld tot aan de finale. Als je die hele reis maakt, wat zijn dan de dingen die bij jou overheersen op zo'n dag als vandaag? Nou, het is een statement om te stellen dat we toen bijna waren uitgeschakeld. Want ik herinner me nog het moment van een te korte terugspeelbal van Marcus Pedersen op 2-2. En Guus Til is, zou je op die manier kunnen zeggen, zeer belangrijk voor mijn carrière geweest. Want die maakte de 3. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat, natuurlijk heeft die Europese campagne dat eerste seizoen glans gegeven. Maar we haalden toen ook, sinds lange tijd, weer iets boven de 70 punten. Dat was ook gebeurd als we die wedstrijd verloren hadden tegen Drita. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, ja, door dat seizoen derde worden, ja, dat vond niemand speciaal. Maar door die Europese finale maakte dat seizoen ook nog bijzonder. Dan is het een geweldige 3 jaar geweest met louter en alleen mooie herinneringen. Met 1 grote teleurstelling. Het verliezen van de finale. Enige trainer in de historie van Feyenoord die een finale heeft verloren. Ik heb liever dat andere mensen dat zeggen hoe dat gegaan is. Maar als er 1 speler is waar ik me ontzettend hard voor gemaakt heb om te houden. Naast Kelinci Hartman. Ik herhaal het nog een keer voordat de Telegraaf weer schrijft dat hij er andere mensen geweld is. Het is mooi als je weggaat. Dan kun je toch een aantal dingetjes Valentijn nog even oproepen. Hier moet ik weer voor leiden als ik 1 of 2 keer ga verliezen in Liverpool. Maar goed, dat terzijde. Ik was bij Lucerel gebleven. Als er 1 speler is waar ik me hard voor gemaakt heb en waar op dat moment niet iedereen binnen Feyenoord net zo enthousiast over was als ik zelf, was het wel Lucerel, ja. Omdat het ook, hij had een aflopend contract, was moeilijk om tot een overeenkomst te vinden. En toen hebben we van heel veel spelers afscheid genomen om maar elke keer weer geld te verdienen. Waardoor we konden voldoen aan zijn eisen. Omdat ik tegen Frank destijds zei, ja, als we hem laten gaan heb ik 2-3 extra spelers nodig. En zijn waarde was toen ook niet zo hoog. Dus nou, dat heeft hij volledig waargemaakt, die inschat. Arno, wat hoop je dat de fans het meest bijblijven van jouw tijd bij Feyenoord? Ik hoop het spel, denk ik. De manier waarop we eigenlijk altijd gevoetbald hebben. Ik vind het zelf mooi en bijzonder dat in het begin, in het begin bouwden we nog niet zo goed op als dat we nu doen. Maar de afgelopen 2 jaar is dat opbouwen steeds beter geworden en de keeper heel erg in betrokken. En merkte ik ook wel om me heen of achter me echt wel wat onrust als we dat aan het doen waren. Maar dat veranderde steeds meer naar enorme waardering. En dat zal bijna op de banken stonden als we vanuit een opbouw de middenlijn bereikten. Nou, heb ik vandaag ook weer een paar schitterende voorbeelden van gezien. Dus wat ik vooral hoop, dat de buitenwereld mij herinnert aan de manier waarop we Feyenoord hebben laten spelen. Gecombineerd eerlijkheidshalve met een aantal prijzen en ook wel overwinningen. En ik hoop dat de mensen met wie ik werk mij vooral herinneren aan, als ze dat tenminste zouden vinden, aan het fijne mens dat ik ben. Maar laat ik dan zeggen, aan het mens dat ik ben. Ja. Ja. Nog wel het is tijd. Word je nog wel schillend wakker van José Mourinho? Heb jij nou ook de afgelopen dagen heb je gedacht van welke vraag kan ik nou nog stellen? Ik verzin hem maar. Hij komt er zo even uit. Ja. Ja. Ik vond het ontzettend jammer dat hij, ik vind het altijd jammer als trainers ontslagen worden, maar dat vond ik in dit geval ook omdat ik heel graag het nog een keer tegen hem had opgenomen met beide hetzelfde club en hetzelfde team. Maar José Mourinho is een zeer succesvol goede trainer, dus het is, als het mij lukt om meerdere jaren bij Liverpool te werken, zou het me niet verbazen dat ik nog eens een keer weer tegen hem mag spelen. Keep it in the zone.